Vermoedelijk is er een lekkage geweest bij de gasfles naar de koelkast toe, naar de slang. Dat moet technisch onderzoek officieel nog even uitwijzen, maar de vermoedens gaan die richting uit. Het is een behoorlijke klap geweest, u kunt het zien. De woning hier zo, daar liggen de ramen eruit. Woning hier ligt allemaal glas. En er zijn twee auto's zijn beschadigd. Maar het belangrijkste is dat de mensen er heel uit zijn uitgekomen. Mensen die lagen te slapen in het voorste gedeelte van de boot. En die zijn er echt zonder kleerscheuren uit de boot gekomen. En dat mag een geluk heten. Ik zou naar bed en ik was in de slaapkamer. En toen zei ik, wat gebeurt er? Toen zei mijn man van, een ontploffing, bel 112 maar. In één keer een ontzettende harde knal en mijn man was eigenlijk in één keer in paniek. Die scheurde het gordijn van de raam weg. Ik heb gebeld toen en toen kwamen de drie vissers die zaten wat verderop en die zeggen van, zijn geen gewonden. Zijn we snel hier naartoe gelopen kijken of we wat konden doen. En toen zagen we al dat de mensen uit de boot werden gehaald. Tenminste, de eigenaar stond al op de kant. Alleen de eigenaresse zat nog op de boot, die werd eruit gehaald. Er is heel veel glas naar beneden gekomen, het ligt allemaal bij u in de tuin. Ja. Hoe moet het nou? Ja, het zal wel blijven leren, want al die kleine stukjes krijg je er niet meer uit. Maar u werkt graag in de tuin met blote handen? Dat kan niet meer, dat moet met een krabbetje.